Ja, mooi. 3AB. Voor jullie een filmpje met daarin de uitwerkingen van de opdrachten van de D-toets van hoofdstuk 2. Als je dit volgt, dit filmpje, en je begrijpt alles, dan moet het vrijdag goed komen. Ik heb de opdrachten van de D-toets eruit gehaald die te vergelijken zijn met de opdrachten die je ook krijgt bij proefwerk. Dus nou ja, als je dat begrijpt, dan moet het goed komen. Ik pak even de presentatie erbij. Momentje. Even zien. Als het goed is, zou je hem nu moeten zien. Nou, de eerste vraag van de D-toets is... je hebt wat vlakke figuren en je moet daarin allereerst laten zien welke hoeken recht zijn. Nou, welke hoeken zijn recht? Dat kan je laten zien met behulp van het rechte hoekteken. En ik kijk even. Nou, dat is ook bijvoorbeeld ook iets wat je inderdaad op de toets krijgt. Dit is een rechte hoek, een hoek van 90 graden. En dit is een rechte hoek. Nou, en hier zitten verder geen rechte hoeken in. Je moet ook laten zien welke zijden even lang zijn. En dat doe je natuurlijk met een streepje. Welke zijden zijn nou even lang? Nou, dit is een ruit. En daarvan zijn dus alle zijden even lang. Dus dan geef je dat zo aan. Dit is een gelijkzijdige driehoek. Dus daarvan... Oh, dat is niet jammer. Daarvan zijn... alle drie de zijden even lang. Ja, het is immers een gelijkzijdige driehoek. Zo, 1, 2, 3. En dit is een vlieger. En daarvan zijn deze twee even lang. En daarvan is deze natuurlijk even lang als deze. Wat moet je dan nog meer laten zien? Met tekens laten zien welke evenwijdig zijn. Nou, dat is deze. Is evenwijdig aan deze. In deze. En dan doe ik hier twee pijltjes. Is evenwijdig aan deze. En hier is verder niks evenwijdig. Dan nog de symmetrieassen. Nou, doen we even met deze. Een symmetrieas. Nou, dat is bijvoorbeeld deze over de hele. En dit is natuurlijk ook een symmetrieas. En dat zijn de zijden waar je door kunt delen. En die zijn vouwsymmetrisch. Deze is één. Dit is één. En dit is één. En deze heeft één symmetrieas. En dan de wiskundige namen van de figuren. Nou, ik zei het al, die eerste is een ruit. De tweede is een gelijkzijdige driehoek. En de derde is een vlieger. Nou, je krijgt op de toets natuurlijk drie andere figuren. Maar daarin moet je dus ook laten zien welke zijden even lang zijn of evenwijdig. En je moet de namen noemen van de figuren. Dus kijk nog even goed naar alle vlakke figuren die in het begin van het hoofdstuk worden genoemd. En je moet de symmetrieassen ook tekenen. Dus dat moet je ook kunnen. Dan opdracht 2, hoeken berekenen. Nou, drie hoeken in een driehoek zijn natuurlijk samen 180 graden. Dus bij die eerste moet je hoek L berekenen. Nou, hoek M en hoek K zijn samen 43 en 68 is 111, als ik het goed heb. 11 graden.
Klopt dat? 111, ja. En samen moet het 180 zijn, dus hoek L is 180 min 111. En dat is min 111, dat is 69. Zeg ik dat goed? 69, dat is 120, ja. Dan bij die tweede driehoek, dat is een gelijkbenige driehoek. Dus hoek D is gelijk aan hoek E. Is 74 graden. Dus samen zijn deze 140, 148 graden. En dan is hoek F is dus 180 min 148 is 32 graden. Dan, even zien, dat is het driehoek ABC. En driehoek ABC is een rechthoekige driehoek. En met een rechte hoek. Driehoek. Hoek A is 34 graden. Hoek B is 90 graden. Dus, en dat is samen is dat 124 graden. Dus hoek C is 180 min 124 is 56, toch? Als ik het goed heb. Even checken. 6, zo'n 30. Ja. En dan hoek, de laatste, dat is een gelijkzijdige driehoek. Dus alle hoeken zijn gelijk. Dat is 180 gedeeld door 3 is 60 graden. Nou, dat mag je ook direct opschrijven, wat mij betreft. En dus hoek B is 60 graden. Dan gaan we naar opdracht 4. Van opdracht 3. Dat vind ik niet zo interessant, want het is ook niet iets wat ik op het proefwerk ga vragen. Maar opdracht 4 wel, zoiets. Nou, je ziet bij hoek A 1, 2, 3, 4, hè, daar, waar ik nu wijs, daar zie je in elk geval die 118 graden staan. Nou, je weet ook, als het goed is, dat, kijk even los van, ik zal deze er even overheen zo, los van die hoek 2 en 3, je weet dat zo'n rechte lijn is samen ook 180 graden. Dus hoek A 4, A 4, is 180 min 118. En dat is 62 graden. Als ik het goed heb. Ben ik dat goed? 2 is 120, ja. Nou, en wat weet je nou van die andere hoeken? Nou, je weet dat hoek A1 en A3 zijn overstaande hoeken. En die zijn altijd gelijk.
Dus A3 is ook 118 graden. Zal ik er even bij zetten. 118 graden. 118 graden. En hoek A2 is 62 graden. 62 graden. Nou, en zo kan je natuurlijk ook die andere hoeken uitrekenen. Want je ziet al dat bijvoorbeeld hoek B2, hè, dat is deze, die is gelijk aan hoek A2. Dus die hoek B2 is 62 graden. Hoek C3, die zit daaronder, die is gelijk aan hoek A3. Dus dat is 118 graden. En hoek D4 is weer gelijk aan hoek A4. En dat is weer 62 graden. Nou, ik zal het even zo doen. Dan heb ik hem helemaal compleet. Zo dus. Krijg je ook op de toets. En natuurlijk krijg je ook iets met een kijklijn. Nou, wat moet je hier doen? Even zien. De kijkhoek van Azra. Nou, moet je dus twee lijntjes trekken vanuit Azra. Doe je natuurlijk met je geodriehoek. En die leg je er langs vanuit het puntje. Langs de muur, want je kan niet door de muur heen kijken. Langs de muur. En dan moet je hem gaan opmeten. Nou, eens even zien. Ik leg hem precies met de 0 in de hoek. En ik ga meten. En als het goed is, ja, een beetje... Ik heb een beetje, even zien hoor, een beetje krap getekend, maar ik kan wel iets, is ongeveer 60 graden had ik eerder uitgerekend. Nou, dus ik zie nu dat ik een beetje zoiets, nou, 60, 55 graden, zoiets. Nou, op dezelfde manier kan je natuurlijk de kijkhoek tekenen van Koen. En dan moet je het zo doen. Zo, kom. Hallo, kom. Zo, ook weer langs de muur. En trek een lijn. Zo. En even draaien vanuit kom. Zo. Nou, die kan je dan ook opmeten. Die is ook ongeveer 60 graden. Nee, dat is ook toevallig. En wat je dan nog moet doen... is wat hij kan zien. Daar staan Katie, Jolien en Appel. En dan kon ze alle drie zien. Jazeker, kon ze alle drie zien. En Azra dan Abdul niet zien. Zoiets krijg je ook op de toets. Dan nog de, van, de, van, de, van de schaal. Natuurlijk een opdracht. Allereerst moet je weten... hoeveel kilometer de afstand is. Nou, 1 centimeter is in werkelijkheid 410. 1000 centimeter. Dus hoeveel is dat nou op de kaart? Hoeveel centimeter is dat? Nou, ik ga even opmeten. En waar moeten we heen? Van Oostwind naar West-Schelling. Nou, dat is... 3 centimeter. Dus dat is 3 centimeter. Dus 3 keer 410.000 centimeter in het echt. Dat is... 3 keer 410.000, dus dat is, sorry jongens, even voor de zekerheid, anders dan 410, 1, 2, 3 keer 3 is 1.230.000 centimeter. Nou, en dat is hoeveel kilometer? Dat is 1.230.000 gedeeld door 100.000 is gedeeld door
1, 2, 3 is 12,3 kilometer. Nou, je moet dus eerst, doe je hem drie keer die schaal, hè, 3 centimeter keer de schaal. In die centimeter omrekenen naar kilometer is altijd delen door 100.000. Dan is natuurlijk ook de vraag, ook zoiets op de toets, hoe lang doe je dan over die afstand als je gaat lopen of fietsen? In dit geval is het lopen, geloof ik. Lopen. Nou, lopen is ongeveer 5 kilometer per uur. Nou, 12,3 kilometer lopen duurt dan 12,3 gedeeld door 5, ja, gedeeld door de snelheid. En dat is 12,3 ongeveer, nou ja, het is ongeveer, hè, dus ik zou zeggen 2,5 uur. Maar ik ga even kijken, 12,3 gedeeld door 5. Ja, het is 2,46, dus ongeveer 2,5 uur duurt dat. Ja? Nou, oh, ik zie nou dat ik iets vergeten ben, want deze is hemelsbreed, dus dit moet ik nog even wat preciezer, even zo. Want die krijg je op de toets ook. Even belangrijk. Dus dat is 12,3 kilometer hemelsbreed. Over de weg is dit. En nu komt het. Dat staat in jullie boek als het goed is. Over de weg is dit 1,2 keer zo groot. 1,2 keer zo groot. Dus 12,3 keer 1,2 is 14,76 kilometer. Dus, nou wordt dit natuurlijk ook iets anders. Dat is hemelsbreed. In het echt. Over de weg is het 15 kilometer ongeveer. Hier doe je natuurlijk 3 uur over. Ja? Want je loopt 5 kilometer per uur. En in het echt hebben we nu gezien. Ja, want hemelsbreed was het 12,3. In het echt is dat ongeveer 15 kilometer. Mag je best een beetje afronden. Dus 15 kilometer, 5 kilometer in 1 uur, 10 kilometer in 2 uur, 15 kilometer in 3 uur. Dan de laatste opdracht. Dat is opdracht 8. 7 vind ik ook niet zo interessant. 8 wel. Nu checken. 8 wel, die krijg je ook op de toets zoiets. Nou, welke schaal hoort nou bij de schaallijn? En wat hierbij even belangrijk is, een schaallijn is altijd, zet ik hier even bij, schaal is altijd 1 centimeter, is in het echt zoveel centimeter. Dat is belangrijk. Dus ik moet weten hoeveel centimeter het in het echt is. Nou, 1 centimeter is in het echt 4 kilometer, zie je? Want dus elk streepje is 4. Dus 1 centimeter is echt 4 kilometer. Nou, 4 kilometer is nog geen centimeter, dus die moeten we gaan omrekenen. Nou, 4 kilometer is 4000 meter. Dus 1 centimeter is in het echt 4000 meter. Dat nog weer omgerekend naar centimeters. Dus je gaat hem nu niet delen door 100.000, maar eigenlijk doe je hem keer 100.000. Dus dat is 400.000 centimeter. Met andere woorden, de schaal is 1 op 400.000. Dus een 4 met 5 nullen. Nou, dit was hem.
ik hoop dat het duidelijk was. Als het nou echt niet duidelijk is, stuur me een berichtje. Dan kan ik daar donderdag na mijn werk nog even naar kijken. Ik ben donderdag de hele dag op pad, maar daarna check ik het nog even. En kijk anders ook nog het filmpje nog een keer. Hè? Misschien dat het dan wel duidelijk wordt. En anders vraag het even. En ik zie jullie sowieso dan vrijdag en alvast veel succes. Bye.